in 2014 heb ik aan Wilbert gevraagd om voor mij een klein harpsolo te schrijven. Want het is een heel mooi werk met hele zachte, subtiele klanken, flageoletten op de basnaren. Ik heb die allemaal in kaart gebracht, dus de exacte toonhoogtes daarvan uitgezocht en op basis daarvan dan een stuk geschreven. Dat hebben we nog een keer gedaan in Egypte, in Cairo, samen met een ensemble daar. De dirigent toen, dat was Ed Spanjaard. Volgens mij was hij er zo gecharmeerd van dat toen hij nieuwe chef van het Orkest van het Oosten werd, hij mij vroeg om een stuk te schrijven voor orkest en voor Mirjam op harp. We bedachten dat dat eerste stuk tot stand was gekomen door één speciale techniek die Wilbert vervolgens helemaal onderzocht heeft. En dus dachten wij, die uitbreiding met andere delen, dat moet eigenlijk op een soortzelfde manier gaan. Mirjam kwam met ideeën voor klanken. Ik ben daar dan weer mee gaan schrijven. Dan ga ik weer terug naar Mirjam. En zij zegt dan van ja, maar als je die noten nog aanpast, wordt het nog beter. En dan pas ik dat weer aan en dan kom ik weer op andere ideeën en dan ga ik weer terug. Dus het is echt een wisselwerking. Ik vond per toeval een keertje uit dat als je met een spons over de snaren wrijft, dat je dan een heel hoog en scherp geluid krijgt. Vervolgens heeft Wilbert helemaal gekeken welke tonen dat eigenlijk zijn. Ik ben zelf een aantal dagen lang met sponsen wezen wrijven over die snaren van de harp. Het is wel zo dat die technieken wel echt bestanddelen zijn van de compositie. Dus niet een raar effectje of zo wat er doorheen gaat, maar het is gewoon de basis, het basismateriaal. In het derde deel gaat ze een doek tussen de snaren van de harp doordoen, zodat je een gedempte harpklank krijgt, een bijna marimba-achtige klank. Je hebt eigenlijk geen nagel meer op de harp, dus je hoort heel helder elke aanslag. En ik studeer soms zo ook klassieke stukken. En Wilbert hoorde dat en zei, ja, maar dit klinkt te gek. Ik heb echt specifiek uitgezocht wat er allemaal kan met dat geluid. Dus aan de ene kant trommelende effecten, aan de andere kant ratelende effecten. Glissandi klinkt bijna als een rits. Zo, ruk. En dat gaat het orkest dan weer overnemen met allemaal pizzicato-achtige doffe klanken. En dan uiteindelijk, dan komt ook de gewone harp aan bod. En die klinkt dan weer helemaal als nieuw. Ik had best ingewikkelde dingen uitgezocht waarvan ik dacht dat ze wel zouden kunnen. Maar zij heeft een helemaal nieuwe techniek moeten leren eigenlijk, speciaal voor dit stuk. Ik speel natuurlijk wel regelmatig in orkesten. Of ik doe dus hedendaagse muziek met ensembles of improvisatie. En dat zijn voor mij wel gescheiden werelden eigenlijk. Ik ben heel benieuwd hoe dat samen gaat vallen. Ik vind het ontzettend leuk om voor orkest te schrijven. Gewoon omdat er zoveel klanken zijn die je kunt inzetten. En het is niet een wereld waar je als componist jaar in jaar uit meewerkt. En daarom geniet ik daar erg van.